gaan. Ik kijk naar deze nieuwe weekvlog. En hier samen met Blondie. Blondie, wat is jouw mening? Ik heb achterles. Daar moet naar een wedstrijd toe in de middag. Misschien heel vroeg in de ochtend. Normaal gesproken voor school ben ik nu aan het voorbereiden om naar bed te komen. Nou, dat is niet waar. Ik ga maar even poetsen en zadelen. Goed, en meteen kijken, Tess, of je er iets lengte in krijgt. Lossigheid vanuit jouw schouders aangeven, hè? Jouw schouders beginnen met het goede voorbeeld. Tussen je kuit, corrigeer, zo. Ja, corrigeer. Goed zo, corrigeer. En dan stuur je ietsje in als het strak is. Wijk je een stukje. Twee teugels, twee achterbenen. Schouder insturen, achterbeen naar voren stap. Makkelijk zitten, makkelijk zitten. En weer vanuit je schouderbladen het goede voorbeeld geven, hè? Om haar dus uit te dagen door de hele lijf te gebruiken. Schouder insturen met die rechte teugel. Kijken of je een stukje kan wijken. Dat je ze daar meteen weer los kan maken. Been is goed volgens mij, hè? Ja, het was wel nog steeds iets dikker, maar... Ja, maar je ziet nu na het instappen dat het al dunner is. Goed, zo doe je meteen van de hand veranderen, Tess. Goed zo. En meteen weer overnemen. Linker teugel om je rechterbeen. Schouderbladen los, schouderbladen los. Zo, ja, druk maar weg voor je rechterbeen. Druk weg voor je rechterbeen. Zo, ja, druk opzij, druk opzij. Goed zo, niet je rechterhand verstijven, hè? Goed zo. Daar, ja, insturen, insturen en een beetje wijken. En die stelling op rechts ontstaat omdat jij ze om je rechterbeen heen zet. Als die stelling op rechts niet komt, dan is er nog niet genoeg aan je rechterbeen of om je rechterbeen. Betekent niet dat je dan een keer boos moet zijn met je rechterbeen, want dan krijgt ze juist spanning. Zo, ja, en weer van de hand veranderen, Tess. Linker schouder insturen, zo recht maken. En weer om je nieuwe binnenbeen, nieuwe buitenteugel. Kan je deze wending weer een stukje gebruiken om te wijken. Goed zo. Kan je zo hier galopperen. Voor je binnenbeen opzij. Ja, en steeds vragen of ze die hals wil laten zakken. Steeds aan haar vragen. Kan die hals nog iets lager? Kan die hals nog iets lager? Zo. Dus omdat je weet dat je moet wijken na die middendraf, stop dan iets eerder je middendraf. Recht en stil en opvangen de hoek in en denk nu al aan A afwenden. Wijken alvast in de hoek, afwenden, pas je recht en opzij. Kijk waar je heen gaat, kijk naar de M, vang op aan rechts, opzij voor links. Vang op aan rechts, opzij voor links. HXF van hand veranderen, draf verruimen. A afwenden, wijken. Gaan wij weer hierheen. Dus hetzelfde, hè? Rij niet midden draf tot aan de F. Maar vang het ietsje eerder op. En weer terug. En om je rechterbeen de hoek in. Zo, A afwenden, wijken. En hier in de hoek zit al je wijkhulp. Afwenden recht en opzij. Kijk naar de H. Vang op aan links, opzij voor rechts. Rechter achterbeen laten wijken. Tussen C en M arbeid stap. Met je been. Ja, en die lossigheid. Zo. Daar niet te veel willen corrigeren, alleen maar denken aan ruim stappen. BK van hand veranderen, stap verruimen. De B zit wel 2 meter later. Ja. En dan hals trekken en nog meer lengte maken. Alleen maar lengte willen maken. Alleen maar lengte willen maken. Niet harder willen stappen, maar lengte maken. Goed zo. Tussen, wat? Tussen K en A draf. FXH van hand veranderen, hals laten strekken. Laat ze dan hier alvast maar een beetje zakken. Dat je beide F doet hals strekken. Goed zo, Tess. Probeer morgen ook in je proef niet te veel te denken, hier moet ik het regelen, maar kijk waar je naartoe rijdt. En rij ook voorwaarts naar je oefening toe. Niet hard, maar in de voorwaartse flow. Ja. Goed zo. Verder hartstikke goed. Maar ook goed opletten in je wijk op het moment dat je hier gaat zitten werken, dan ben je een beetje tegenstrijdig je hulp aan het geven. Kijk waar je naartoe gaat en dan die beweging voelen en dan denken... Ik vang op opzij, ik vang op opzij, ik vang op opzij. Dan rij je je zijgang. In plaats van dat je afwendt en denkt, ik pak die vast, ik prak die erin en we gaan opzij. Kijk, ja. Nu kan dit, hè, want nu hoef ik niet op de camera vandaag.
Goed zo, goed gereden. Hi, het is vandaag dinsdag. Ik ben hier samen met Ivy in Schiedam. Jullie hebben de video van Ivy als het goed is al gezien. Dit is mijn nieuwe maatje. Zo. Vandaag gaan we Ivy, nou ga ik Ivy voor het eerst rijden zonder Mara erbij. Dus dat is best wel spannend. Haar vader had ik net ook nog gezien. Die was gezellig met Ivy aan het wandelen. Dus dat is ook wel heel schattig. We zijn de afgelopen weken, 2 weken kennen we elkaar volgens mij nu. Ze dus hebben op zoek geweest naar elkaar, hebben elkaar niet gevonden. Want hij werkt bij mij op school en zijn vrouw ook. Dus dat is helemaal top. Zijn vrouw ook wel nog gezien. En ik ging ook met de directeur praten over Ivy. En toen zei hij, oh, het verhaal ook wel eens eerder gehoord. Oh, fijn. Mijn vrouw praat over mij. Dat is ook wel grappig. Ik ga haar maar poetsen en zadelen. En dan rijden. En dan naar Blondie. Want ik heb nu 2 paarden op 2 verschillende locaties. Dus dat is wel minder grappig. Nee, maar zelfs 3 paarden op 3 verschillende locaties. Nou, cool. Mara die had het stal al helemaal netjes klaargemaakt. Het ging beter dan de vorige keer. Natuurlijk nog steeds niet helemaal hoe ik het wil. Maar dat kan natuurlijk niet, want ik ben pas voor de 3e keer op haar aan het rijden en zonder instructie. Dus ik ben al hartstikke trots op mezelf en op Ivy. Ik ga nu een spulletjes opruimen, Ivy eten geven en dan gaan we naar Blondie. Blondie en ik zijn aan het trainen voor de 6 minuten loop. Zou je je afvragen, wat is de 6 minuten loop? Nou, bij mij op school, donderdag, heb ik de 6 minuten loop. En ik heb op school, dus donderdag, een 6 minuten loop. Ik heb allemaal meiden in mijn klas en jongens die allemaal heel sportief zijn. En Blondie wild. En hockey of voetbal of stuntsteppen doen. Oh ja, ze kijken het ook. Dus hoi, geen belediging, maar ja, ik doe paardrijden. En ik maak meestal opmerking als we rondjes moeten rennen. Waarom moeten we dit doen? Normaal gesproken doet mijn paard het voor me. Kijk. Normaal gesproken doet deze het voor mij. Dus dat zeg ik meestal. Maar ik wil wel gewoon zeggen van ik heb goede conditie en ik kan dit en doe het zo. Dus dat. Heel veel drama net gebeurd. We waren op het patatje halen. Maar papa reageert niet op zo kallen, zo knie. Dus dat was heel irritant. Dus we konden geen patatje halen. We pas toen we boven kwamen, zagen we papa aan de telefoon was met Rick. En toen gingen we patatje halen. Maar we konden geen patatje halen, want de auto startte niet. Dus auto starten, lukte niet. Allemaal niet. Dus nou, dat ging dus heel lang door. En toen riep zo mama en papa erbij van... Ah, Adwena doet het niet. Help. Ineens enge hyperattacks, maar dus van Adwena doet het niet, help, ik heb echt hulp nodig. Oh, we gaan weer rennen. Ik heb echt hulp nodig en dat soort dingen. Dus we konden geen patatje aan, want papa kreeg hem ook niet aan de praat. Toen moest A en B zo gebeld worden, zo van, yo, de auto start niet. Ik stond wat met rennen. Van, yo, de auto start niet. Can you come please? Nou, dat dus. Ik heb medelijden met mijn vrienden die dit verhaal ook aan hebben gehoord. Oké. Het gaat alweer. Maar ik ben dus ergens, ik weet niet hoe ik het voor elkaar heb gekregen, maar door mijn rug heen gegaan. Nou, of niet door mijn rug heen gegaan, maar een spiertje. Dat is dat niet helemaal lekker zit. Ik denk dat het komt door. Oké, ik ga het even laten showen. Oké, dat gaan we dus niet proberen, maar zo... 2 vingers zo in mijn zij. En dan maak ik steeds zo'n wiggle. Ja, Blondie, een wiggle. En ik denk dat ik daarvan nu een rughernia heb. Nee, het is niet zo erg. Ik doe gewoon nog alles en zo. En dan kijk helemaal vrolijk aan de trainer voor die voor die 6 minuten loop. Dus ik ben nog helemaal hop en top. Ik ben helemaal hop en top, Blondie. Helemaal top. Ga helemaal goed komen. Nou, nee dus. En toen is de A en B gekomen, heeft de auto gestart en heb ik een patatje opgegeten in de auto.
zijn naar stal gegaan. De auto mag nu niet meer stoppen. Dus toen moest ik op de auto passen terwijl mama naar de wc ging. En toen is mama rondjes aan het rijden. Die is nog steeds rondjes aan het rijden. Die is naar de McDonald's in Vlaardingen geweest. En die is via Den Haag weer terug hierheen gekomen. Maar toen moest ze nog doorrijden. Dus die is nu onderweg naar Delft of zo. Of naar Leiden, weet ik veel. Dus die is lekker rondjes aan het rijden. Zonde van de benzine, dat wel. Ik ga mijn blondie rekken strijkoefeningen doen. Want daarvoor ben ik hier gekomen. Dus dat ga ik even doen. Goodbye.